Dan zie ik dat de keeper uitkomt. Maar ik eerder bij de bal kan zijn dan de keeper. Ik tik hem voor de keeper weg en hij tikt mij weg. Bertrams komt uit doel. Is hij te laat? Ja, is te laat. Och, jongen toch. Ja, ik heb in principe niet zoveel last van die schop zelf, maar meer de val daarna, omdat ik op volle snelheid was en ik mijn val niet goed kon breken, belandde ik verkeerd op mijn schouder. Ik had heel veel pijn. Ik heb denk in mijn leven niet zoveel pijn gehad als toen, dat moment, nee. Maar ja, ik ben weer op de goede weg terug, dus ik moet weer vooruitkijken. Mijn botten hier in mijn schouder, die zit met drie bandjes vast en die drie bandjes zijn alle drie gescheurd, zeg maar. Die zijn eraf, dus, waardoor het bot een beetje uit is gaan steken. Ik had de optie om te laten opereren of mijn schouder weer optrainen en sterker te maken. En dan te kijken hoe het dan verloopt. En ja, dat is, er was zeg maar geen goede keuze of een betere keuze. Opereren zou ik iets langer eruit zijn, dus ik heb ervoor gekozen om niet te laten opereren en op te trainen. En tot nu toe is dat een goede keuze. Ik herstel sneller dan verwacht. De fysio zei dat wat ik na 2 weken kon, misschien zijn normaal pas na 6 weken. Dus daar zit ik dan dus nu op. Dus ja, nee, het gaat de goede kant op. Ik sta nu alweer op veld. Ik blijf nog uit de duels en ik moet eigenlijk zorgen dat ik er nog niet op faal. Maar daar denk ik wel om. En dan kan ik gelukkig weer met de groep meetrainen, zodat ik, als mijn schouder hersteld is, conditioneel wel weer fit ben om gelijk te kunnen spelen. We gaan nu kijken hoe mijn schouder op reageert op faalbreken en duels. En als iemand aan mijn arm trekt. En dan moet ik kijken hoeveel pijn ik daarin heb. Of ik daar wel of geen pijn in heb. Ik hoop dat dat ook goed gaat en ik zo snel mogelijk weer op veld kan staan.